Ik weet niet of jij al opgeleid hebt als jij samen met je ma of pa of iemand anders in een kar rijdt, hoeveel kerken daar vooral hier in Johannesburg is nie. Dit voelt amper alsof daar om elke hoek en draai een kerk is. Hierdie weekse vraag is, hoekom is daar so baie verschillende types kerken? Nou, als ik zo maar net denk, waar ons is, is daar een Baptiste kerk, daar is een Methodiste kerk, daar is een Anglikaanse kerk, daar is een AGS kerk, daar is een NG kerk, daar is twee onafhankelijke kerken, daar is een Hervormde kerk, daar is een Volle Evangelie kerk en daar is een Sewende Dagse Adventiste kerk en ek mis heel moontlik een paar ander ook nog. Daar is baie kerken op hierdie aarde en vooral in Suid-Afrika. Ek het so paar tieners gevra hoekom hulle dink daar so baie kerke is. Kom ons hoor wat hulle gesê het. Omdat ons allemaal is Christene, maar ons glo nie altyd in dieselfde ding nie. Dus omdat mense onseker is oor sekere gedeeltes van die kerk en hulle wil dit op een manier half meer verstaan en as hulle dit nie verstaan nie, het dit oor tyd nou ontwikkel om meer as een kerk te maak. We as brothers and sisters in Christ all have our own way of worshiping God. It is for that reason why we have different denominations, as it will allow us to come together with people with similar beliefs to praise God in the way we want to. Ek dink daar is verskillende kerke vir verskillende persoonlikhede. Mense se opinies oor hoe hulle dink om die Here te loof en prys. Ek dink ook dit is waar die mense die gemaklikste voel. Net omdat daar ander kerke is, beteken nie dis verkeerd nie. En dis net, mense glo in dieselfde goed, maar nie in dieselfde manier nie. Omdat die Bybel so moeilik is om te interpret, almal het verskillende interpretations, vooral met die hoeveelheid translations wat daar is, ek meen, kom 2000 jaar terug in een verskillende taal, deur na hierdie, na Engels en Afrikaans toe. So, dis mense gaan beslis dit anders interpret en ek dink dis meestal waar verskillende kerke vandaan kom. Baie dankie dat julle julle opinies deel. Nie net is julle vrek slim nie, dis ook baie lekker om julle gesigte te sien. Nou ek gaan nie vandag fokus op die spesifieke verskille tussen kerke of die nominasies nie, maar ek gaan meer fokus op die vraag hoekom. Hoekom is daar so baie kerke? Wat het dalk in die geskiedenis gebeur dat daar so baie kerke is? En wat is dit in die mense DNA dat ons kies om te split van mekaar af en in verskillende rigtings te gaan. Nou, sommer net vir interessantheid, een paar van die verskille. Party kerke hou kerk op 'n saterdag, ander kerke hou kerk op 'n sondag. Party kerke fokus op die gawes, party kerke fokus hoofsaaklik op die woord, party kerke fokus hoofsaaklik op die dade, die welsyn van die kerk, en ander kerke fokus weer op die ervaring wat mens kry as jy by die kerk of by die erediens is. Daar is baie ander verskille, goeie soos gebruik mens 'n klein bekertjie of 'n groot beker by die nagmaal, sing mens net psalms en gesange of sing mens enige lied wat enige iemand geskryf het. So daar is 'n klomp redes hoekom kerke al deur die loop van geskiedenis gesplit het in verskillende rigtings. Maar ek dink die eerste rede is mense bly mense. Waar daar mense is, is daar konflik. Waar daar mense is, is daar verskille. Ek en jy kan 'n Bybelvers lees en jy gaan heeltemal iets anders daaruit verstaan as wat ek dit verstaan. Nou dit klink eintlik vir ons soos 'n kontras, want as ons lees in Filippense 2 vers 2, dan sê Paulus, maak dan nou my blydskap volkome deur eensgesind te wees. Een in liefde, een in hart en een in strewe. So hy maak hierdie oproep aan die Christene om een te wees. Maar die realiteit is ons as mense sukkel om eensgesind te wees. Nou, mens kan argumenteer en sê, maar Paulus skryf nie vir alle Christene hier nie, hy skryf vir die Christenkerk in Filippi. En hy sê nie vir hulle, hulle moet dieselfde kerk word as die kerk in Efese nie. Hulle kan nie saamsmelt op hierdie oomblik nie. Hulle is net te ver uit mekaar uit. Maar op 'n manier sê Paulus ons moet een wees. Jesus praat ook daarvan in Johannes 17 en sê Here, laat hulle een wees soos ons een is. So mense het 'n trop mentaliteit. En dit is vir my en jou lekker om deel te wees van 'n spesifieke groep. Dit is vir my en jou lekker om deel te wees, as jy rugby of netbal of hokkie of cricket speel, dis vir jou lekker om deel te wees van daai span, en jy is dalk nie sulke goeie vriende met die netbalspelers as jy hokkie speel nie, want jy deel nie veel met hulle nie.
Maar dit betekent niet dat wat hulle doen is verkeerd en slecht. Nie. Dit is net, jij vindt jouw plek bij een zekere groep mensen. Nou, wat ik hier wil zeggen is dat ik geloof dat verschillende kerken en denominaties wat Jezus Christus verkondigt als ons verlosser. En nie een klomp ander vereistes bij sit nie, is allemaal kerken wat Bijbels is. Nou, die volgende punt is, dit komt bij interpretatie. Soos ek nou gesê het, ek en jy lees een vers, maar ons verstaan verskillende dinge. Verskillende goed is vir verskillende mense belangrik. En daarom het kerke oor jare gesplit in verskillende rigtings. Nou die interessante ding is, voor die reformatie, voor Martin Luther die scheiding eigenlijk gebring het in die katholieke kerk, was daar eigenlijk net twee kerke of twee strome kerke geweest. Het was die katholieke kerk aan die weste, wat hoofsakelijk Latijns gepraat het, en in die ooste was er die orthodoxe kerk, wat hoofsakelijk Grieks gepraat het. Maar na die reformatie is dit amper soos die toring van Babel in Genesis wat geval het. Allemaal het hulle eie kerk begin. En een van my docenten het gesê, die slechtste ding van die reformatie is niet dat ek en jy die Bijbel in ons eie hand kan heen. Dit is een wonderlijke ding wat bij die reformatie gebeur het. Maar juist omdat ek en jy nou ons eie Bijbel kan lees in ons eie taal, kan ek nou verskil van jou, want ek verstaan het nie soos wat jy verstaan nie. En daarom het daar duisende verskillende kerke opgepop as gevolg van die feit dat as ek en jy verskil, dis baie makkelijk, ek begin met my eie kerk. Ek wil nie met jou verder beklein nie, ek gaan met my eie kerk begin. En dan gebeur daar weer iets daar waar hulle verskil en dan begin hulle maar net weer hulle eie kerk. Nou, is het een goede ding, is het een slechte ding? Ek denk, aan die een kant is het een slechte ding. Die Heere wil hee, ons moet een wees, ons moet een soos die Vader wees. Wat wel bezig is om te gebeuren, en ek kan nie noodwendig vir die rest van die land praat, maar bijvoorbeeld hier in Johannesburg en in Linden, is daar groepe kerke wat bij mekaar kom, wat amper meer bij mekaar kom as in hulle eie groepen zelf. Ons noem het een fraternal, een jeugdfraternal en een volwassen fraternal, waar kerken van verschillende denominaties bij elkaar komen, saambid, mekaar ondersteun en zelfs preke saam maak. So dit is een great ding wat bezig is om te gebeuren. En ek twyfel of dit 40, 50 jaar terug gebeur het. So kerken is bezig om weer te begin saamwerk. Ek denk die positieve kant daarvan is dat baie meer mense Christene is, want jy kan makkeliker een plek vind waar jy, ek wil nie regtig die woord gemakkelijk voel nie, gebruik, maar jy kan een plek vind waar jy jou thuiste vind, waar jy nie net welkom is nie, maar ook uitgedaag word om een beter kind van die Here te wees. Nou, ek wil net jou los met een gedachte. Jy gaan dalk universiteit oor een paar jaar en dan skielik is daar een klomp kerke wat aan jou deur kom klop. En die een ding wat ek by jou pleit, is kom by een kerk wat Jesus Christus bely. Jesus Christus as ons verlosser, Jesus Christus wat vir ons gesterf het aan die kruis, en Jesus Christus wat vir ons opgestaan het. As daai goeders in plek is en niks anders byforceer word nie, dan kan jy gemakkelijk wees om die Here te dien en te loof en ook uitgedaag te word in daardie kerk. Mooi bly julle.